Jamie Trinité. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel van hem. Het is mijn collegaatje van 5 Uur Live. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga hem toch even strikken voor een beddate. En die staat vandaag. Hallo. Wij zitten best wel heel gemakkelijk al in het bed. Ja, wij zitten helemaal hier relaxed. Heerlijk. Misschien moeten we eerst even beginnen met een klein bubbeltje. Om even elkaar wat beter te leren kennen in deze bedsituatie. Nu gaat het echt. Toch? Dat gaat denk diep. Ik ja, dat, hoor. Dat. Oh, wat goed dit. Kan ik dit aan jou geven? Ja, ben jij hier goed in? Nou, goed, ja, nee. Of is dat een groot woord? Je hebt niet enorm lopen schudden, toch? Nee, ik mis hem. Nee, jij hoeft niet bang te zijn. Ja, nou, dus, ben ik toch kijk, een daar beetje. Komt hij? Geen anticlimax naar. Nee, oeh, wat goed. Oh. Ja, dit is top, ja, dit is top. Nice. Dit is een goed begin, dit was echt. Hij was heel nice. Maar wat is dit voor... Schlumberger Gold, jawohl. Oh, ja, dit is Duits. Heerlijk dit. Ik voel me heel warm onthaald. Santé. Proost. Cheers. Ik wil weten wat het grootste verschil is tussen Jamie on social en Jamie zo nu naast mij alles. In bed. Alles. Ja? Er is helemaal geen overeenkomst. Ik vind social media onwijs ingewikkeld. Ik heb een enorme haat-liefde relatie met social media die in principe richting het haat gaat. Ja. Ik voelde me een jaar geleden zeer verplicht uit een soort van intens diepe sociale druk om aan Instagram te beginnen. Ik heb het nu een jaar. Was dat in je Wie is de Mol? Ja, voor Wie is de Mol. Nee, maar het was Wie is de Mol, maar er waren toen een aantal andere projecten. Er waren vooral bijna mensen die mij dagelijks onder het genot van een drankje vertelden. Jamie, ga het nou doen. Oh ja. Je gaat heel veel kansen missen. Je gaat het leuk vinden. Je gaat iets persoonlijks... Nee. En ik ben nu een jaar verder. Ik heb eigenlijk nog steeds niet het antwoord waarom ik dit aan het doen ben. Nee. Het past niet bij mij. Ik vind het vervelend voor mezelf. Ik vind het, zeker als ik me verplicht voel tot iets. Kijk, als het uit zichzelf gebeurt, vind ik het wel, kan het wel grappig zijn. En ik vind dat bijna iedereen totaal debiel gedrag vertoont op Instagram. Ik heb ook heel veel mensen gevolgd, ook uit een soort van sociaal gedrag. Van ja, jij volgt mij, ik volg jou, we kennen elkaar van werk, dit en dat. En ik heb ze gewoon weer ontvolgd na 2 weken. Omdat ik gewoon denk, wat je bent gewoon raar. Verfrissend. Je bent gewoon raar op het stomme antwoord. Medium. Ik vind het een stom medium. En ik vind dat mensen zich stom gedragen. En als mensen het doen om geld te verdienen, vind ik het heel zielig. En ik hoop dat ik een leven kan leiden waarin ik er vrij van blijf. Waarin ik het niet nodig heb. En als ik iets doe, doe ik het puur. Zo. Ben je oké verder? Heerlijk. Dankjewel. Ja, maar dat meen ik oprecht. Zou jij bevriend kunnen zijn met jezelf, denk je? Ik vind elementen leuk. Ik denk dat ik die, als ik bevriend met mezelf zou zijn, zou ik die dingen eruit halen. Ja. Van dat is leuk en dat is vet. Sterker nog, misschien zelfs wel leuker dan heel veel mensen überhaupt in zich hebben. Ik denk dat mijn pieken hoger zijn dan de meeste mensen pieken hebben. Maar mijn dalen zijn zo kut. En die raad ik je echt niet aan om bij te zijn. Nee. Dus je bent heel erg zo van dit. Ja. Dus ik zou niet per se altijd elke dag bevriend met mezelf zijn. Nou, als je in het dal zit, dan... Ik zou vooral niet 3 weken met mezelf op vakantie willen. Lijkt me echt fucking kut. Oh ja. Je denkt, fuck, 3 weken. Nou, doen we een lang weekend of zo. En kan je dan ook echt een periode hebben? Jij hebt dat hem je... voor de vorm, hè, dat glas. Maar bij mij gaat hij er echt mega lekker... Luister! God, wat is hij goed, joh. Ik ben gewoon heel intensief aan het luisteren. Oké, okay, vertel door. Mm. Kijk, ik haal je al in, joh. Dit gaat helemaal... Goed. Maar heb jij dan ook dat je, als je in je dal zit, dat je gewoon, weet ik veel, een week lang kan opsluiten? Nee, en ik blijf wel redelijk functioneel in de vlagen van somberte. Maar ja, gewoon een beetje somber. Ik leid, vind ik zelf, best wel een druk leven, al heel lang, met veel dingen. En ik denk dat het alleen maar kan en in stand gehouden wordt als je niet op je allerbeste dag heel goed bent. Maar als je op de allerslechtste dag nog steeds voldoende bent. Ja. En ik geloof dat ik niet onder een soort ondergrens kom, maatschappelijk gezien. Jij zou op een slechte dag best wel je masker op kunnen zetten. Jij zou het hier in bed niet merken. Nee. Nee. Is dat je... zou dat je grootste onzekerheid zijn over je eigen karakter? Dat je denkt van, die mood swings vind ik lastig? Of? Nou, die heb ik redelijk onder controle. Dat ze heel fijn van iets ouder worden. Zeg maar, toen ik 18, 19, 20 was, toen had ik ze ook. En wist ik me er niet altijd raad mee. Kon ik in een avond 3 soorten humeuren hebben. En dat was voor mijn vrienden heel moeilijk en ook heel onberekenbaar. Zo'n beetje, kunnen jullie niet peilen? Mega blij, fucking geïrriteerd, heel boos en dan weer intens gelukkig. Oh ja. En dat dan in een periode tussen 10 uur 's avonds en 4 uur 's nachts bijvoorbeeld. Dus redelijke rollercoaster. Dus een avondje stappen met jou is 1 grote was toen best wel eens heftig. Word ik ook nog aan herinnerd door mijn betere vrienden die ik al lang zie.
die zeggen ook, jongen, wat een hoofdpijn was dat met jou. En dat is nu, is dat wat gestabiliseerd en ik kan wat meer om mezelf lachen en ik kan mezelf iets relativeren en ik kan dus die mood swings wat neutraliseren. En dat is wel fijn. Daarnaast ben ik niet zo heel erg onder de indruk er meer van, dus ja. Dat zie ik niet meer als het grootste probleem. Ik heb het wel lang als vervelend gevonden, maar nu ga ik er redelijk goed mee om en heb ik ook heel veel zelfvertrouwen dat als het niet zo heel goed gaat of als ik eigenlijk een kutdag heb of een kuthumeur of boos ben of van alles en nog wat. Dat je weet, het is een vlaag of zo. Het gaat weer weg. En ik kan het goed dragen, verbloemen en heel functioneel leven. Stel, dit was jouw bed. Hoe, ja. Gewoon heel even, hoeveel vrouwen denk je dat hier dan in hebben gelegen? Ik ben op een gegeven moment uit bescheidenheid en ook omdat ik het voor niemand anders dan mezelf doe en niet mijn ego aan het strelen ben, ben ik ook gewoon gestopt met tellen. Dus ik weet niet met hoeveel vrouwen ik gesext heb. Maar we kunnen het wel simpel zeggen. Ongeveer. Ik heb een heel rijk vrijgezellenleven geleid, lang. Ik heb maar één vriendin in mijn leven gehad, nooit meer. En, hoe lang was die relatie? Is tegenwoordig tijd, 3,5 jaar. Oké. Okay. En daarvoor vond ik mijzelf best een beetje een getalenteerde vrijgezel. En heb ik best wel verschillende meisjes gezien. Die 100 ben jij gewoon overheen gegaan? Ja. Mis je tennissen wel eens? Ik mis niet het tennissen in de vorm zoals ik het deed. Kijk, ik even voor de mensen die dat niet weten. Ik heb best wel goed getennist. Nou, best wel goed. Ik heb goed getennist, alleen ik ga dus volgende week het ABN AMRO tennistoernooi presenteren. En daar zijn zeg maar jongens die echt goed konden tennissen. En dan in die context. Zo bescheiden. In die context denk ik niet van, ik ben heel erg goed geweest. Maar ik heb het toen heel serieus gedaan. En ik vind het gewoon heel vet dat ik nu iets doe, net zo serieus als ik toen tenniste. Namelijk mijn vak. Als je iets hebt waar je net zoveel drive in hebt, is fucking nice, man. Maakt niet uit wat het is. Ik hou van jouw energie, man. Nee, maar dat is toch het verhaal. Je moet gewoon iets vinden wat de moeite waard is. Ik ga er gewoon even recht. Ik zit helemaal een soort van. Oh, zit je weggezakt? Nou ja, beetje. Nou, ik zullen we even herschikken? Ik vind het niet zo heel erg om met jou weg te zakken in dit bed. Kom maar. Ik kom even iets dichterbij. Oeh, nice. Ben je als presentator nu waar je wilt zijn? Ja. Volledig. Oké. Okay. Nee, ik vind post. Het. Dankjewel. Ja, ik vind het. Ik vind het ongelooflijk wat er op mijn pad komt. Ik vind het waanzinnig. Ik had nooit verwacht dat er zoveel leuks zou komen. En als je de klok nu stilzet van dit is, zo gaat het zijn, dan teken ik wel. Maar aan de andere kant, ik vind het ook leuk om gewoon te pushen. Te kijken wat er nog meer in zit. Of er nog meer avonturen zitten. Of er nog meer grenzen verlegd kunnen worden. Met name persoonlijke grenzen overigens. Zoals grenzen als, hoe goed ben ik? Ik wil beter worden. Beter in live tv. Beter in op locatie filmen. Beter met interviewen, whatever. Dus ik wil aan de ene kant beter worden. Aan de andere kant ongelooflijk blij met de huidige situatie. Dat is voor mijn wereld. Ik wens niet nu meer. Maar ik doe wel mijn best voor meer. En als er meer komt, top. Wat is het leukste waar jij nu mee bezig bent? Ik wil maar één ding. En dat is de allerbeste presentator worden die ik in me heb om te zijn. Dus niet de beste van Nederland. Nederland kan de tering krijgen. Ik wil de beste presentator worden die ik kan zijn. Ik denk dat dat een heel mooi en behaalbaar streven ook is. Ja, wat is, als je terugkijkt op je carrière so far, wat is het vetste wat je hebt mogen doen, denk je? Nou, ik ben wel tot nu toe het meest vereerd over Wies de Mol, denk ik. Ja, ik vond Wies de Mol een unieke ervaring, een geweldige groep. Fucking vet avontuur. En het heeft mij ook wel heel veel gebracht. En ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Ja. Alleen, het is wel heel makkelijk om dat leuk te vinden. Er zijn ook dingen die ik leuk heb gevonden die wat moeilijker waren om leuk te vinden. Oh ja. En dat is ook heel waardevol. Dat je iets wat zoals dingen uit je comfortzone stappen. Of. Ja, maar echt. Weet ik veel. Ik heb niet per se nu meteen iets waarvan ik denk dat vond ik nou echt heel moeilijk. Maar een voorbeeld zou wel kunnen zijn dat je bij 5 Uur Live of bij Boulevard een item hebt waarbij je denkt, dit is zo ver van mijn bed. Het interesseert me stiekem misschien niet zo heel veel. Ik vind het ook niet heel erg nieuwswaardig. En ik heb niet zo'n klik met degene die ik interview. Maar ik ga er wel proberen het allerbeste. En als het dan is gelukt. En als het echt nice is geworden. En als mensen je zeggen, god, daar heb je echt veel uitgehaald. Dan is dat eigenlijk een grotere overwinning dan als het al top is van zichzelf. Ja. Dan hoef je hem alleen maar als een geweldige voorzet. Kijk, daar komt de bal. En je kopt hem zo in. Maar wat als je een kut voorzet krijgt en je maakt toch een goal? Dat is veel beter. Absoluut, man. Ja. Wat heb jij mooie verhalen. Ik zit echt te luisteren. Ja, maar een half uur. Hey, luister, je bent nu 29. Ja. 3,5 jaar samen met je vriendin, zeg je. Zo. Goed, hè? Is het al dat je... Zou jij papa willen worden? Is dat iets wat je... Nee, ik hoef nu niet vader te worden. Maar zij is absoluut zonder enige twijfel de moeder van mijn kinderen. Van mijn toekomstige kinderen. Zij is het allermooiste wat mij ooit is overkomen. En ik verbaas me er dagelijks over. Maar we hebben wel
We zijn heel jong. Ik ook, zij is jong, we zijn 29, zij ook. En totaal geen... Er is totaal geen haast. Nee, maar er is gewoon geen haast. Er is ook wel, er zijn echt nog wel een aantal dingen die moeten gebeuren, vind ik. Mm-hmm. Voordat we daaraan gaan beginnen. Maar daar gaan we op een dag aan beginnen, wat mij betreft. Zij denkt dat het een duivel wordt. Met vette mood swings. Zij denkt dat het een horrorkind wordt. Ja, prima. Gaan we dat doen. Wordt ook wel nice. Het was leuk om weer te spreken. Ik vond het leuk dat je in mijn bed was. Ik heb genoten. Het is ook zo snel voorbij. Nou, volgende keer doen we iets minder lullen en iets meer lepeltje. Ja, vind ik een goed idee. Maar misschien moeten we nu, weet je, op zich. Toch? Ja, je hebt gelijk. Doe die champagne weg. We hebben nog een paar minuten, toch? Daarom, we hebben nog een paar minuten. We doen hem gewoon nog even. Oh. Zo lekker in dit ronde bed, eerlijk. Oh, nice.